Het zijn heerlijke zomersomstandigheden voor Feyenoord in Oostenrijk. Daarom is deze eigenlijk nodig vandaag. Het zonnetje schijnt fel, maar dat gaat niet zo blijven. Deze trainingsweek van Feyenoord in Schoens. De paraplu zal ook nog nodig zijn als er heel veel regen en misschien ook wel onweer in deze week gaat komen. Bij de eerste training in ieder geval waren de omstandigheden prachtig. Al bij aankomst van de selectie en trainer Arne Slot natuurlijk op dit trainingscomplex in Schoens. Waar ook Robin van Persie bij de technische staf erbij is. Hij gaat de spitsen van Feyenoord onder handen nemen. Daar zullen ze natuurlijk nooit slechter van worden als hij dat op nog meer regelmatige basis gaat doen dan in het verleden het geval was. Nou, verder valt op, zoals al bekend was omdat ze meereisden, dat Shaw Texera weer bij de selectie is van Feyenoord. Hij herstelt van een gebroken teen. En ook Orkun Kuksu en Robert Bozenik, die nog interlandverplichtingen hadden tijdens het EK met Turkije en Slowakije, zij zijn er weer bij aan de kant van Feyenoord. Mogelijk in de loop van deze week sluiten nog wel wat meer spelers aan. Dat hebben we de laatste jaren vaker gezien bij een trainingskamp van Feyenoord in de voorbereiding dat nog kwam. Als dat zo is, hoor je het natuurlijk zo snel mogelijk op Rijnmond.nl en stuur ik ook zo snel mogelijk de eerste beelden van eventuele nieuwe spelers vanaf dat trainingskamp door. En ook als er spelers weggaan, want ja, dat hangt ook nog steeds boven de markt. Hoor en lees je dat natuurlijk zo snel mogelijk op Rijnmond.nl.